theatervormgever, decorontwerper. En ik heb sinds mijn afstuderen me vooral gericht op media en video. En dat heb ik ook voor ons board gedaan. En ik geef ook les aan studenten die dit soort werk in de praktijk gaan doen. Er lagen al een paar dingen. Het stuk was er. Er was een repertoire aan liedjes. En er kwam uiteindelijk ook nog een aantal suggesties van beelden. Maar daar vooraf kwam mijn inspiratie ook wel een beetje van een album van Bruce Springsteen. Nebraska, eigenlijk in deze de tribute to Nebraska, uitgevoerd door andere artiesten. En op de voorkant van het hoesje staat een foto, een doorkijkje vanuit een auto over een lange weg, verlaten in een uitgestrekt Amerikaans landschap. En het had iets van de melancholie en de een beetje desolaat of verlaten, maar ook misschien wel hoop aan de horizon. Als je beelden gaat zoeken, dan gebruik je eigenlijk al die eerste ingevingen, het liefste korte woordjes of korte zinnen. Dat zijn dan even de clichés, dat is een soort boodschappenlijstje. En ja, dan ga je op Google Images daar maar eens op zoeken, tot en met, er werd geopperd zwart-wit. Nou, dan zoek je op black and white. En dan zie je daar beelden uit ontstaan die je in verband kan brengen met zo'n voorstelling. Ik leg een bibliotheek aan van allerlei soorten beelden die voortgekomen zijn uit die inspiratie. En dan ga ik in de repetitie ga ik dat live of eigenlijk ter plekke uitproberen. En zo komen er soms dingen uit die niet een letterlijk illustratie zijn van wat daar gebeurt. En een voorbeeld is dat er veren uit een kussen worden geplukt tijdens een liedje. Prachtig nummer. En het werd al eens een keer geopperd om daar misschien een wolk van veren op dat achterscherm te laten zien. En ik ben dat uit gaan proberen met iets heel anders. En dat is de toppen van de bomen. Moet ik die laten zien trouwens? Ja. Die staat hier in het klein. Het zonlicht schijnt eigenlijk door die bomen heen als een silhouet. En dat zijn eigenlijk allemaal kleine vlekjes die wel een soort grafische relatie hebben met die veertjes. Maar niet letterlijk zijn. En terloops, want het deint prachtig mee met dat nummer. En er zit één zin in dat liedje wat letterlijk zegt leaves and trees. Maar dat is meer toeval dan dat daar heel erg voor gekozen is. Alleen, het viel prachtig samen. Het is soms gewoon niet mooi om het letterlijk te illustreren. In colors red and gold, they set us on fire. Burning just like